Afsluiting training landbouwers Bronsweg. In verband met de afsluiting van een driedaagse training in Good Agriculture Practices te Bronsweg Brokopondo heeft de waarnemend directeur van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Deepak Jayaram, een bezoek gebracht aan de landbouwers van dit gebied. Door de LVV-directeur is gebruik gemaakt van de gelegenheid om te luisteren naar de wensen en grieven van voornamelijk vrouwelijke landbouwers. Het ministerie zal met de beschikbare middelen proberen hen enigszins tegemoet te komen. De training is een initiatief van de agrocoöperatie Wie Uma Fusranang en gefinancierd door de International Development Bank en Japan. Verschillende onderwerpen zoals landvoorbereiding, handhaving van de bodemvruchtbaarheid, geïntegreerde plagenbestrijding en de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen zijn behandeld. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.